2, 1. Hallo! Hey! Oké, wacht even, we zitten nog steeds te laag. 3, 2, 1. Beter, 3, 2, 1. Nee, jij moet niet knallen. Nou, we zitten in ieder geval goed. Hi! Ik heb nog een tag voor jullie. Een friend tag. We hebben het een friend tag genoemd omdat... We zijn geen beste vriendinnen. We zijn hele goede vriendinnen. Maar Yara is mijn beste vriendin. Hoi Yara, als je dit kijkt. Hallo. Shoutout naar Yara. Eerste vraag. Hoe en waar hebben jullie elkaar ontmoet? Op school. Op school. In de kleuterklas. Met schminken. Ja, met schminken. Ja, we gingen schminken. Want... Dan moest je jezelf altijd sminken en dan ging je zo'n heel mooi geel kroontje maken, zo tuur. Nee, dat was met goud, dat was toch ook altijd gouden? Goud, ja. En dan hier van die twee roze rondjes. Ja, maar welke prinses heeft dat nou? En dan was ook een mooie rode lippen. En blauw dit. En blauw helemaal tot je wenkbrauwen. Nou, oké. Volgende vraag. Wat is jullie favoriete herinnering samen? Nou, ik denk de vakantie. Vakantie van 2 jaar geleden. In Limburg. Toen waren we samen naar Limburg geweest met haar vader. En dat was echt heel erg gezellig. En dat was echt 12 graden of zo. Dan gingen wij lekker aan het zwemmen of zo. Toen gingen we acrobaten dingetjes. En mensen keken ons raar aan. Ja. Don't judge us. Beschrijf elkaar in één woord. Bazig. Ik weet het woord niet meer. Daadkrachtig. Ja, als ze nog iets wil, dan wil ze het ook wel. En dan doet ze het net zo lang totdat ze er zin heeft. Dus, maar dat is volgens mij niet... Ik weet niet meer het woord. Opdringerig. Nee, dat was niet het woord. Ik had net een gewoon geweldig woord. Maar ik weet het niet meer. Dus, nou ja, oké, doei. Nee, laat maar. Jij bent. Nee, jij bent, want ik had... Wat is je... Wel, ik beschrijf elkaar in een woord. Oh ja. Wat is de droombaan van elkaar? Psycholoog. Dat weet ik. Sportleraar. Of leraar. Bedankt. Sportlerares. Toch? Ja. Ja. Tenminste, dat denk ik. Ik weet niet. Mensen uit mijn klas. Toen had ik die dag had ik zomaar haar naar achter. Zo had ik het zo. En toen vonden ze mij een secretaris. Nee, zeg ik het weer. Een stewardess. Zien jullie het voor me? Eerst zo'n strafpakje in een vliegtuig. Ja, ik zie het maar wel. Nee, maar dan moet wel je haar los. Het moet vast. Echt? Het moet vast. Maar dat heb ik toch ook nooit? Waarom moeten zij dat wel? Volgende vraag. Waar zouden jullie samen op vakantie willen en waarom? New York. Amerika? Dat is New York. Om te shoppen. En veel selfies te maken. First, Oké. Ja, nee, ik wil ook. Okay. We zijn heel ver naar boven, hè? Weer. Bij wie duurt het lang? Bij wie? Hou je vinger weg! Bij wie duurt het langer voordat ze 's ochtends klaar is? Ja. Dat ben ik. Ja, dan ben ik zeg maar al klaar en dan is zij bij het begin van haar hele ochtendroutine. Soms moet ik zelf nog uit bed komen. Ja, soms. Goed, ja. Hè? Ik ben heel snel. Het favo-seizoen. Wow. De favo-seizoen van een ander. Het favoriete seizoen van de ander. Jouw favoriete seizoen? Jouw dat was... Die van jou is herfst, volgens mij. Ja, die van mij is inderdaad herfst. Maar die van jou was lente, toch? Ja, de winter vind ik ook hartstikke leuk. Alleen het enige stom aan de winter is dat het zo koud is. Maar vorig jaar was het helemaal niet koud. Nee, ja, eigenlijk wel, maar er was helemaal geen sneeuw gevallen. Nee, ik vond het echt stom. Dit jaar moet sneeuw vallen. Kom op sneeuw! Anders is de kou ook niet leuk. Ja, maar kijk, ik vind aan de winter zo leuk dat je zo'n trui kan dragen van die laarsjes en van die mutsjes en sjaals en zo en al dat soort dingen. En leuke winterjassen. En ja, maar aan de lente is het leuk. Dan kan je soms even een vestje over je kleren aan. En leuke schoenen, en leuke kleren. En, ja. Het is zo bloeiend. Zo bloeiend, zo leuk. Ik ben trouwens. Broeken of jurkjes, wat heeft de ander het liefst? Broeken.
broeken. Klopt. Met sneakers. Ik heb niet eens sneakers, met fans. Ja. Bij jou met sneakers dan. Oké. Okay. Daar had ik het eigenlijk ook over. Als je huis in brando stond, wat zou je dan doen? Wat zou het eerste ding zijn wat je mee zou nemen als je huis in brand stond? Telefoon. Dit is een telefoonverslaafde. iPad, sowieso. Of jouw zwart-wit spul. Ik denk dat je waar dat allebei is zou het? Pakken. Ik denk dat jij het allebei zou pakken. Nee, maar kijk, ik heb het pas vandaag weer ontdekt. Het is zo... Over hier nou. Zwart-wit. Weekend. Oh ja, by the way, ik ben Arniek. Je ziet mij ook in vlog hashtag 7. En de shoplog van de Action. Nog meer video's? Nee, want vorige heeft ze per ongeluk verwijderd. Hè, Slimpie? Ja, de zwart-wit en dan de zoete. Ik vind het zo lekker. Maar hoe eet je dit? Eet je dit zo met je vingers zo in of zo? Let even op. Ja, ze ademde net in terwijl ze dat eten. Toen stikte ze zo wat. Oké. Jels. Oh. Nee. Die. Ja. Comedy of romantisch? Dit gaat over films dan. Comedy. Romantisch. Romantische comedy. Samsung of iPhone? Samsung. iPhone. Favoriete film? Nee, jij was. Favoriete film? Samsung? Het wordt wel ook slechter. Ja, favoriete film. Shaak in de chocoladefabriek? Nee. Ik heb vroeger heel vaak Shaak in de chocoladefabriek. Ik heb die film nog nooit gezien, weet je dat? Ik heb die gewoon 5 keer of zo. Ik echt nooit. Nou, maar dat weet je toch nog wel? Ja. Hebben wij die 1 keer samen gekeken? Nee. Die gaan we ook kijken. 1 keer. Iets met de hemel of zo. Safe Haven. Lijkt dat erop? Iets raars dat jullie samen hebben gegeten. Nou, we hebben wel iets raars meegemaakt toen we iets samen gingen eten. Maar we hebben kijk, mijn vader die maakt altijd pilaf. En dat is rijst, gehakt, ui en persik. En dat is zo lekker. Vertel het verhaal maar. Nou, een keer zaten wij dat dus bij haar in het oude huis te eten. En want ik ben verhuisd. Ja. Ja. Oké, okay. Maar dat weten ze niet. Nou, dat boeit niet. Ik ben bij haar in het oude huis. Toen gingen we dat een keer eten. En toen... Dan had ik een slok genomen en toen vertelde die vader iets grappigs. En toen moest ik keihard lachen. En toen ging dat zo over het eten heen. En toen moest ik heel erg lachen. Zeg maar. Toen moest ik nog harder lachen. Iets aan ons dat matcht. Niks. Helemaal niks. Niks. Echt helemaal gewoon helemaal niks. Nee. We zijn zo verschillend. Ja. We zijn zeg maar als dag en nacht. Dat is echt een kut voorbeeld. Je mag niet schelden op YouTube, ei. Oepsie. Ja, oké. Okay. Altijd echt pijn. En dan komt nu weer de laatste vraag. Favoriete serie? GTSD. Sowieso. Die van mij weet je toch nog wel? Niek. Ik dacht dat je mijn vriendin was. Auw. Nou, oké. Okay. Bij deze is de vriendschap geëindigd. We zijn nog steeds vriendinnen hoor. Oh, daar is mijn telefoon daar. Favoriete serie? Ze heeft een nieuwe vriendin gevonden. Dan zou ik hem maar weer gaan. Nou, dag. Nee, dit is mijn kamer. Ga jij maar. Doei. Oké. Nee, maar... Oh, net zaten we zo lekker. Nu niet meer. Is het lekker? Ik ga naar achteren hangen. Maar oké, mijn favoriete serie is Modern Family. Dat weet je toch wel? Nu? Knie omlaag. Zo'n tintje. Nou ja, ik... ik zit er echt heel sexy bij. Dit was het. Ik heb een nieuwe vriendin gevonden. Oké, bij 100 likes? Nee. We hebben geen bonusvideo. Nee, die is helemaal mislukt. Oké, doei. Doei. Like deze video en abonneer, reageer. Doei. En alsjeblieft, reageer met leuke dingen, want dat vind ik leuk.
En iedereen wordt er blij van als je gaat liken. En reageren. En abonneren. Doe het voor mij, jong. Anders kom ik nooit meer in video's. De abonnees gaan zo snel. Ik heb laatst nog mijn 400 abonnees stand opgenomen. Moet je nagaan. Ja, met Anne. Ja, dat was 2 weken geleden of zo. Alweer een shout-out naar Anne. Of 3 weken geleden. Ik weet niet, maar het gaat zo snel. Oké, we gaan... Ja, oké. Nou, doei! Oh. Doei. Doei. Ben ik uit beeld nu? Nee, je bent nog steeds in beeld. Oh. Ben ik weer uit beeld? Nee, nog steeds niet. Oh. Nou, doei. Ben ik uit beeld?